Ik ben niks. Ik zal nooit iets zijn. Ik mag zelfs niet hopen om ooit iets te worden. Maar, afgezien daarvan. En daar is het eind van de wereld. Ja. Afgezien daarvan. Draag ik alle dromen van de wereld in mijn hart. Ja! Oké. Maar die krijgen ze niet uit. Nee, absoluut niet. Absoluut. Die krijgen ze niet uit. Niemand. Nee. Stomme wereld. Dat is hier het einde. Het einde van de wereld, hè. Dus, Hier eindigde de wereld voor de Romeinen. Precies. Die dachten eraf. En die dachten was eraf dat een hel terecht kwam. Een hel. Ja? Ja. Ongelooflijk. En voor het vervolg van het verhaal moeten we de Asterix lezen. Ja, het is... Bedankt voor de geschiedenislessen. Mijn nieuwe vriend Jan heeft al meer dan één keer het eind van de wereld gezien. Zijn grenzeloos talent gaat gepaard met een al even grote nieuwsgierigheid, roekeloosheid. Jan is nooit bang en zoekt nieuwe gevaren, uitdagingen op. Hij werd een kuifjesreporter, een freelance, een contrabaqueros op zoek naar het avontuur. Hier kreeg ik goesting om zeeman te worden. Om zeemaar geweest te zijn. Ah, in ja. Die tijd dan, hè? Dan voel je toch dat daar ergens iets ligt. Ja, ja, dat je niet kent. Dat bitter moet zijn. Of, paradijs. Of waar Inca's wonen. En Indianen, dan komen we Absoluut, absoluut. Dat voel je toch? Ja, absoluut. Ruikt dat ook. Dat daar Hollywood moet liggen. Precies, precies, precies. Als je al 1300 zou gestaan hebben. Ja. En daarom hebben ze hier ook, hier hebben ze de sextant uitgevonden. Ah, ja, ja, ja. Henri woonde hier. Henri de sextant uitgevonden. Oké. En zo hebben ze al die landen ontdekt. Ja, ja.